Een groot probleem met elektronica is dat het enorm veel materialen gebruikt. Het is een van de snelst groeiende productgroepen en dus ook een van de snelst groeiende afvalstromen. We verwerken dat niet goed genoeg. Dat betekent dat we een enorm materiaalgebruik hebben. En dat dit materiaal wat hierin zit uiteindelijk niet goed verwerkt wordt en als toxisch, emissies of wat dan ook naar buiten gaat. We pakken die elektronica beet. Vier belangrijke productgroepen. Het gaat over communicatieapparatuur, verlichting, power electronics en consumentenelektronica. Iets van 8 PhD's die vanuit een systeemperspectief gaan kijken waar zitten de materialen, waar zit de grote winst. Vanuit een technisch perspectief gaan kijken van oké, hoe moet ik nou diezelfde producten herontwerpen en met andere technieken in elkaar zetten. Waardoor ik later in de afvalfase eigenlijk veel meer componenten kan hergebruiken. We gebruiken in de microchips heel veel verschillende soorten grondstoffen. We gebruiken maar heel weinig per grondstof, maar wel hele zeldzame grondstoffen, schaarse grondstoffen. Maar om een grondstof te veranderen die in een microchip gaat, dan kunnen we niet zeggen van het ene materiaal in, het andere er weer uit. Daar moet kennis bij en expertise. En dat hopen we op te doen in dit project. Ik denk dat dit consortium echt uniek is. We hebben uitstekende academische partners op het gebied van design, materiaalkennis, strategie van hoe we een circulaire economie aan moeten pakken. Daarnaast hebben we dan het bedrijfsleven, NXP, een leverancier. Maar we hebben ook fabrikanten van echt eindproducten. Maar daar houdt de cyclus niet op. We hebben ook mensen van de recyclebusiness, zodat we een keten krijgen. In de afvalfase gaan deze dingen door een shredder heen. En wat je dan moet doen is de individuele plastics, de individuele glassoorten enzovoorts. Die moet je allemaal kunnen herkennen. Als je patronenkenning hebt, artificial intelligence, dan kan dat opeens. We willen nieuwe businessmodellen die het lonend maken voor bedrijven om die producten ook langer bij de klant te laten. Zonder dat je iedere keer maar weer nieuwe producten op de markt hoeft te zetten. Uiteindelijk is dat win-win-win. Je hoeft minder materialen uit de grond te halen. Je hoeft minder hard te werken voor hetzelfde resultaat. Als je die componenten in de kringloop houdt, komen er minder toxische materialen uiteindelijk in het milieu. Wat weer goed is voor de volksgezondheid. Dus eigenlijk zijn er alleen maar voordelen als je het op maatschappelijk niveau bekijkt.